Het zal nog wel even duren voordat we dit soort taferelen weer zien op de Gelderse snelwegen. Maar de winter is begonnen en dus wordt het binnenkort alweer glad. Bij de weerdeskundigen van Meteoconsult in Wageningen houden ze de situatie scherp in de gaten om gladheid te kunnen voorspellen. Met name vrijdag, misschien ook nog wel uitloop richting de zaterdag, dan verwachten wij sneeuwbuien. Temperaturen rond, net boven het vriespunt, ja, dat is voldoende om toch plaatselijke gladheid, al was het alleen al in de nacht en vroege ochtend, op te leveren. Rijkswaterstaat is helemaal klaar voor de gladheid. Er is een enorme voorraad strooizout. We hebben ruim 200.000 ton strooizout in Nederland liggen. Een deel van die 200.000 ton ligt in Liende, in de Betuwe. In een loods die bijna tot het dak toe vol zit. Het is echt een enorme berg zout hier in deze loods. Het loopt ook helemaal door naar achteren. In totaal 13.000 ton zout. Door het zout nu al op voorraad te hebben, is er straks geen tekort, zoals een paar jaar geleden ontstond. Ja, we weten nooit precies hoeveel we nodig hebben. We hebben in ieder geval op dit moment in Nederland zoveel zout liggen. Dat hebben we nog nooit in een winter, ook niet in een hele strenge winter, verstrooid. Dus laat die horrorwinter maar komen. Tenminste, als die komt. Het klinkt natuurlijk heel erg spectaculair, een horrorwinter. Maar het is gewoon heel lastig om daar goede uitspraken over te doen, over wat voor winter we krijgen. Het strooizout ligt in ieder geval al klaar.